Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over de cirkel van invloed. Cirkel van invloed is gemaakt door Stephen Covey. Misschien ken je hem wel, misschien heb je in het verleden wel iets over gehoord. Maar ik denk dat het belangrijk is om dit ook bij jou nog een keer, of misschien voor het eerst, onder de aandacht te brengen. Omdat ik merk dat best wel veel mensen, zeker in deze periode, gefrustreerd zijn over dingen waar ze eigenlijk geen invloed op kunnen uitoefenen. En door invloed uit te willen oefenen op dingen waar je geen invloed op hebt, kun je heel gefrustreerd raken, kun je boos raken. En eigenlijk heb je daar niks aan, want je kunt er niks aan doen. Het is buiten jouw invloed. Het enige wat je met die situatie kunt doen, is het accepteren of het gewoon voorbij laten gaan en denken, het zal wel, ik bemoei me er niet mee. Dus ik wil eigenlijk graag aan jou duidelijk maken wat die cirkel precies inhoudt en hoe jij jouw voordeel daarvan kunt nemen. Omdat het misschien best wel veel kan bijdragen aan jouw positieve gevoelens en jouw positieve insteek die je hebt. Dus ik heb in mijn blog ook een voorbeeld uitgewerkt. Het blog heet Jouw Cirkel van Invloed. Die kun je vinden op mijn website. En daarin staat eigenlijk heel duidelijk uitgeschreven wat jouw invloed is, wat de cirkel van betrokkenheid is en waarop je eigenlijk geen invloed hebt. Ik zal het je ook toelichten, zodat je ook daar zelf een beeld over kan vormen en meer kennis hebt van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En ja, zodat je je social battles wijs kan doen, zeg maar. Je kunt jezelf heel goed hard maken voor dingen die je kunt veranderen. En dat is ook prima als het effect heeft. Maar wat ik net ook al aangaf, als het niet zoveel effect heeft, weet je, dan is het gewoon doodzonde. De cirkel van invloed die bestaat in principe uit twee cirkels. Dat is de binnenste cirkel, dus dat is de cirkel waarop jij invloed kunt uitoefenen. En een cirkel eromheen, de middelste cirkel. Dus dat is de cirkel van betrokkenheid. Daarnaast heb je ook nog een buitenste cirkel. En daar heb je eigenlijk geen betrokkenheid op of geen invloed op. In principe hoort deze buitenste cirkel er niet bij, maar het is wel goed om hem even te benoemen, zodat je de verschillende niveaus heel goed en heel duidelijk tot je kunt nemen, zeg maar. De binnenste cirkel, dat is eigenlijk dus de cirkel van invloed, daar sta jij middenin. En de dingen waar jij invloed op hebt, die bevinden zich recht om jou heen. Dus jij kunt daar invloed op uitoefenen, onder meer door je reacties, je humeur, de gedachten die je hebt en het gedrag dat je vertoont. Dus die dingen kun je direct beïnvloeden. Dan zijn er ook dingen in de cirkel van betrokkenheid. Dus dat is de tweede cirkel daaromheen. En daar kun je misschien invloed op uitoefenen, maar wellicht niet zoveel als dat je eigenlijk zou willen. En dan kun je denken aan de studiekosten die je moet betalen, of de winnaar van The Voice, of het gedrag van anderen, of hoe jouw broers en zussen hun kinderen opvoeden, of de files die er zijn, of zorg over de toekomst of familie, weet je. Allemaal zulk soort zaken die vallen in de cirkel van betrokkenheid. Daarnaast kun je in de allerbuitenste cirkel, dus waar je geen invloed of geen betrokkenheid op hebt, ook nog dingen plaatsen zoals bijvoorbeeld de wereld, het nieuws, het weer, de politiek. Natuurlijk kun je daar kleine stapjes in nemen. Hè. De politiek zou je kunnen veranderen door te stemmen op jouw partij. En als maar genoeg mensen dat doen, dan zal er uiteindelijk wel een verandering optreden. Maar je hebt daar echt maar heel, heel, heel weinig invloed op. Weet je, je kunt... ik zal je een voorbeeld geven. Misschien is dat makkelijk. Een voorbeeld over het weer. Het weer in Nederland is heel wisselvallig. De ene keer hebben we prachtig mooie dagen. En soms hebben we gewoon dagen met heel veel regen, heel veel gure wind en weinig zon. En dat is eigenlijk gewoon typisch Nederlands weer. En het is ook typisch Nederlands om daarover te klagen. En waarom regent het zoveel? Waarom is het zo koud? Ik heb hier niet om gevraagd. Weet je... als je zo reageert op die dingen, dan reageer je voornamelijk vanuit de middelste cirkel en de buitenste cirkel. Want jij kan er niks aan doen, want het is er gewoon. Maar je kunt de situatie ook ombuigen. En stel dat je naar buiten moet, dan kun je ook reageren vanuit je binnenste cirkel. Dus de cirkel waar jij invloed op hebt in jouw leven. He, je kunt denken van, ach, het is alweer een gure en regenachtige dag. Laat ik een extra dikke jas aantrekken en ik neem mijn paraplu mee naar buiten. En ik ga er gewoon voor. Weet je, op die manier verander je niet het weer, maar je verandert wel de invloed die jij erop kan uitoefenen. He, je maakt er iets positiefs van in plaats van, is het weer zo'n slechte regenachtige dag waar ik niks mee kan. Weet je, het weer blijft hetzelfde. Hoe je erop reageert, dat maakt ook niet uit. Weet je, en stel jij, extreem voorbeeld, je gaat je nu op dit moment druk maken over het weer in Canada. Dan kun je je voorstellen dat het helemaal in de buitenste cirkel valt. Weet je, het weer is al amper te beïnvloeden. En zeker vanaf zo'n afstand, vanaf nu in Nederland of België richting Canada, dat is gewoon onmogelijk. Daar kun je niks aan veranderen. Je kunt het ook niet beïnvloeden door hier een dikke jas aan te gaan trekken. Weet je, dat schiet gewoon niet op. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die je kunt beïnvloeden. En veel dingen vallen in de cirkel van betrokkenheid. Dus je kunt er wel invloed op uitoefenen, maar het is maar een hele kleine invloed. Stel je voor dat jij het niet eens bent met hoe jouw zus haar kinderen opvoedt. Dan kan je daar wat over zeggen. Je kan haar tips geven over hoe ze het anders kan doen. Of je kan haar gewoon het goede voorbeeld geven door te laten zien hoe jij zelf met je kinderen omgaat. Ja, dat zijn allemaal kleine dingen van betrokkenheid die jij kan doen om haar iets duidelijk te maken. Wat je niet kan doen is haar kinderen bij je nemen en de opvoeding overnemen. Weet je, dat ligt niet bij jouw betrokkenheid. Maar dat is soms wel wat we willen. Dat is soms wel hoe we ons gedrag insteken. We willen onze mening soms een beetje te veel opleggen bij anderen. Want wat jouw referentiekader is, dat hoeft niet de referentiekader van een ander te zijn. Dus als jij iets vindt, dan hoeft die ander dat niet te vinden. Want die kan daar heel anders tegen aankijken. Dus hou dat in gedachten ook voor jezelf. Wanneer iemand niet naar jou luistert. Of wanneer iemand niet de adviezen opvolgt die jij ze geeft. Misschien vindt die ander jou wel een ontzettende bemoeial al. En vindt die ander wel, denkt die ander, waar gaat het over? Waarom? Weet je, ik doe het goed zoals ik het doe. Hou je aan je eigen cirkel van invloed en kijk tot waar jouw betrokkenheid loopt. Hè. Geef advies, maar probeer niet de kinderen onder jouw hoede te nemen. Dat kan gewoon echt niet, weet je. Iedereen heeft zijn eigen leven en iedereen valt met zijn cirkel deels over elkaar, deels buiten elkaar. Maar de referentiekader van mensen die we hebben over onze eigen situatie is voor iedereen anders. Dus het kan ook dat een opvoeding bijvoorbeeld anders gedaan wordt. En hoe jij kijkt naar dingen om je heen, bijvoorbeeld de cirkel van invloed, even terug daar naartoe. Die kun je bekijken vanuit of een slachtofferrol of vanuit een winnaarsmentaliteit. Dus even terug naar het weer. Het is een gure regenachtige dag. Dan is dat natuurlijk niet leuk. Weet je, niemand zit daarop te wachten. Iedereen heeft liever 30 graden of 20 graden en een zonnetje buiten. Misschien een klein fris briesje, waardoor het ook nog aangenaam is. Maar ja, ik ken niet heel veel mensen die zitten te wachten op een hoofdbui, zeg maar, die de hele dag duurt. Maar als je vanuit de slachtofferrol reageert, dan reageer je van, gadverdarrie, wat is het weer smerig weer vandaag. Het is echt nooit lekker in Nederland. Of een reactie kan zijn, jeetje, moet ik weer de hele dag binnen blijven met het vervelende weer. Of een derde reactie kan zijn, ik kan ook nooit wat leuks doen met dit weer. Dan kruip je heel erg in je slachtofferrol. Dan laat je zien dat je geen invloed hebt op de dingen om je heen en wordt jouw eigen cirkel van invloed wat heel klein. Weet je, je kunt dan heel weinig, want het ligt altijd aan een ander of aan de omstandigheden of de dingen die om je heen gebeuren. Je kunt ook naar situaties kijken vanuit een winnaarsmentaliteit. Dus dan ga je meer aan de slag met van, joh, het is misschien wel een hele vervelende, gure dag, maar ik trek lekker die dikke jas aan en ik ga gewoon genieten van het boslucht vandaag. En waarschijnlijk is het ook nog een keer lekker rustig. Dat is fijn. Of een tweede reactie kan zijn van, joh, wat een prachtige dag is het vandaag om te genieten van mijn favoriete serie. Natuurlijk, als het buiten slecht weer is, ga lekker binnen wat doen en geniet daarvan. Dat is een prima excuus. En zeker in periodes van droogte, zoals nu in Nederland is het al best wel lang droog, het stapelt zich elk jaar op. Kun je ook de gedachte hebben van, joh, de plantjes krijgen wel weer lekker veel water vandaag. Wat fijn met dat grote neerslagtekort. Weet je, het weer verandert er niet door, maar de reactie van jou daarop wel, weet je. En vanuit het denken van jouw winnaarsmentaliteit, laat je echt zien dat je invloed hebt in jouw cirkel. Weet je, je kan het weer niet veranderen, maar je maakt je cirkel wel groter. Oh, ik kan dit gaan doen, ik kan dat gaan doen, ik kan er iets positiefs van maken. En door dat te doen, zul je ook zien dat je uiteindelijk veel positiever in het leven gaat staan. En dat je minder wilt drammen, minder invloed wil uitoefenen op anderen. Op bijvoorbeeld de kinderen overnemen, wat jij toch niet kan. Of de politiek helemaal veranderen van vandaag of morgen. Of het plastic probleem de wereld uithelpen. Jij kan alleen je kleine stapjes nemen om een bijdrage te leveren aan het totaal. Je kunt je afval scheiden. Je kunt zorgen dat je meer staal gebruikt wat voor blikjes bijvoorbeeld, om drinken in te doen, omdat dat altijd gerecycled kan worden. Je kunt ervoor kiezen om zelf met verpakkingen, niet plastic zakjes te laten liggen in de winkel, maar kartonnen zakjes mee te nemen. Om daar jouw groenten en fruit in mee te nemen als dat naar huis gaat. Weet je? Op die manier kun jij invloed uitoefenen op de wereld om jou heen. En je hoeft niet in één keer het hele grote wereldprobleem op te lossen. Want als er heel veel kleine mensen, of mensen zijn die heel veel kleine stapjes nemen, dan komt dat vanzelf. En dan wordt dat bewustzijn binnen de mensheid ook gewoon veel groter. En dan zul je zien dat het uiteindelijk een veel kleiner probleem wordt. Want vele handen maken licht werk, wordt er wel eens gezegd. Hè? Dat is met dit ook van toepassing. Dus ga eens voor jezelf na. Waar sta ik in mijn cirkel van invloed? Sta ik in het midden en laat ik mijn cirkel heel klein worden omdat ik eigenlijk vanuit de slachtofferrol reageer? Of sta ik in het midden van mijn cirkel en oefen ik invloed uit op de dingen waar ik invloed op kan uitoefenen? En zorg ik daarvoor dat ik mijn bijdrage lever en laat ik gewoon los wat ik niet kan beïnvloeden. Weet je, wat is voor jou het beste? Welke manier maakt jou het meest gelukkig? En ga er dus gewoon bewust bij stilstaan en ga ermee aan de slag. En als je een negatieve slachtoffergedachte hebt, kijk dan eens, hoe kan ik dat ombuigen naar iets positiefs? En probeer dat ook gewoon voor jezelf echt heel bewust te doen. Want je zult zien dat je er zelf gewoon veel blijer en positiever mens van wordt.